Op 22 november organiseerde KLM 3 welcome flights met de nieuwe Boeing 787 Dreamliner. Ja, ik kan wel zeggen dat ik toch steeds zenuwachtiger werd. Hoe dichter ik bij Schiphol kwam vandaag, nou hier toch staat, dan krijg ik er wel een beetje de kriebels ervan. Ja, het is wel een speciaal moment die ik zeker niet ga vergeten. En over 20 jaar vliegt de toestel vast nog steeds. En dan kan ik ook bijvoorbeeld met mijn kinderen erover hebben en dat is extra leuk. Kijk, het is net zoals de MD-11 die eruit ging vorige keer. Nu komt er een nieuw tijdperk met de Dreamliner. Ja, echt heel erg geweldig. Het is echt heel fijn dat wij mee mogen. Ik ben verantwoordelijk voor de routeplanning. Dus ik heb een route samen met de cockpitbemanning en met de luchtverkeersleiding bedacht. Die de mensen in staat stelt om nog wat van Nederland te zien. Een paar mooie herkenbare plekjes zoals Rotterdam en de Zeeuwse eilanden. Ik denk dat de mensen die op zitten te letten, dat die wel een laag een Dreamliner van de KLM overzien vliegen vandaag. We gaan ongeveer een uurtje vliegen onder de 10.000 voet, rond 3100 meter. Waardoor u een mooi beeld van Nederland te zien zult krijgen. Door de extra grote ramen heeft u een prachtig uitzicht naar buiten. Wij zijn nu gereed voor vertrek. Graag uw aandacht voor onze nieuwe Flight Safety film. Met daarin alle uitleg over de veiligheidsinstructies. Ik wil bijna zeggen een eer, want het is natuurlijk voor de KLM de eerste. Algemeen zeg maar, zit hier wat nieuwere systemen in. En wat je bijvoorbeeld merkt is dat de cabinehoogte achterin die wordt lager. Je hebt meer luchtdruk eigenlijk, dus meer zuurstof voor de mensen. Het resultaat is dat je gewoon een stuk fitter eigenlijk aankomt. Dus zeker op langere vluchten zullen passagiers daar profijt van trekken. De Dreamliner vloog 3 keer een uur lang laag over Nederland. Zeker, er is geen vlucht in Nederland op dit moment met een chef aan boord. Ja, heel blij. Ik had niet willen missen. Ja, nee, het is echt een heel mooi toestel. Het is ruim en licht en het voelt gewoon heel fijn. Ja, geweldig. Vooral als je naar buiten kijkt. Hollandse luchten, super combinatie met deze vlucht. Na de laatste welcome flight maakte het toestel een ereronde over Schiphol en kreeg het een watersaluut van de brandweer.